Europees commissaris voor concurrentiebeleid Nelly Kroes zegt dat premier Leterme liegt over het weekend waarin een akkoord gesloten werd over Fortis. Volgens Leterme was de Europese Commissie onbereikbaar toen de Benelux-landen samen zaten over de redding van de bank. Volgens Kroes is dat onjuist. Ivan Olivier. Maandagochtend, 29 september. Na een marathonvergadering de hele zondagmiddag en nacht komen de regeringen van België, Luxemburg en Nederland tot een akkoord over Fortis. De drie landen schieten de bank te hulp met 11,2 miljard euro. Dat geld moet de spaarders geruststellen en het financiële systeem stabiliseren. Zondag in het politieke debatprogramma Buitenhof vertelt Leterme waarom de commissie niet dadelijk over de operatie werd ingelicht. De cruciale zondagnamiddag waren de kantoren van de Europese Commissie gesloten. Gelukkig was er Jean-Claude Trichet die in een tijdspanne van 3-4 uur in mijn kantoor stond. Maar de Europese Commissie was op dat moment onbereikbaar. Maar volgens Nelly Kroes is dat een leugen. Wat de minister-president van België afgelopen zondag in Buitenhof gezegd heeft, is een leugen. Dat is niet waar. We zijn wel bereikbaar en wij stellen onze vragen helder. Hij moet alleen antwoorden. Dus de sfeer is gekruid, mag ik zeggen? Dat hoeft helemaal niet, maar er moeten geen leugens verkondigd worden. Kroes wil overigens nog meer informatie van de Belgische regering. Ze moet als commissaris voor concurrentie nagaan of deze transacties verlopen zijn volgens de regels van de Europese Unie.